Ja, Dave, jij bent niet snel van je stuk te brengen. Nee, gelukkig niet. Nee, je moet gewoon, gewoon je ding doen, Leo. Dat gaat prima de laatste tijd. Dus gewoon te staan en mijn deeltje bijdragen aan het team. Vorige week al een uitstekende wedstrijd gekiept in de halve finale van de Nationale Beker. Vandaag een beetje op vertrouwde grond. Hè? Je oude clubje Marlène. Wederom weer een puikenpot. Ja, sowieso een lekkere wedstrijd. Ik denk goede winst, 4-2. Zetten we nu op 10 punten, geloof ik. En goed, thuisvoetballen. Het is voor mij eigenlijk thuisvoetballen. 5 minuten woon ik hier vandaan van deze hal. Dus het voelt voor mij als een thuiswedstrijd. En ik vind het alleen maar mooi om hier te mogen voetballen tegen Marlène. Ik zei tegen jullie trainercoach ook al, een fantastische vliegende start. Binnen 90 seconden een voorsprong nemen van 0-2. Ja, zeker. Zeker. Een hele goede start. We begonnen heel scherp. Alleen daardoor kak je eigenlijk misschien ook wel een beetje in. Omdat, werd dat slordiger? Ja, het werd een beetje nonchalant. En het ging eigenlijk even te makkelijk in die beginfase. En toen gingen hun wat meer drukken, maakten wij een foutje achterin. Maken die 2-1. En dan zie je toch wel dat ze gewoon mee kunnen voetballen. Maar er was geen paniek bij Hovercubo, want jullie weten gewoon keurig de 1-3 aan te tekenen. Ja, nee, maar we weten wat we kunnen, Leo. En we moeten gewoon ons spel oppakken dan. En gewoon zorgen dat we weer gefocust zijn. En als we dat doen, dan hebben wij gewoon sowieso altijd 2 fantastische viertallen. En dat moeten wij gewoon mee kunnen voetballen. Niks aan het handje. Uiteindelijk wordt het 2-4 in een tweede speelhelft die kwalitatief van beide ploegen wat minder was. Ja, het was een beetje een vliegwedstrijd geworden. Rennen, vliegwedstrijd. Echte voetbal was er niet. Hun gingen heel erg drukken. En wij probeerden er onderuit te voetballen. Bij Vlaag ging het goed en dan maak je het niet af. Hun namen heel veel risico. En dat zag er allemaal een beetje slordig uit daardoor. Ja. Dus. Maar jullie blijven koplopen? Ja. Ja, nou ja, goed, dat is altijd leuk. Altijd lekker. Op naar de play-offs, denk ik. Vandaag een goede stap gezet. En volgende week kijken wat de rest allemaal weer doet. Ilias, destijds als speler in Amsterdam was je al een publiekslieveling. Maar je hebt ook de harten veroverd in Heerengewaard. Ja, dat heb je goed gezien. Maar ik denk dat het komt door mijn spel. Dus ik hoop dat ik ze lang kan vermaken. Dus dat is mijn doel ook. Een beetje valse start van FC Marlène in deze wedstrijd. Hè? Binnen 1,5 minuut komen je op een 0-2 achterstand. Ja, klopt. Ik denk dat dat ook de beslissende fase was van deze hele wedstrijd. Ik denk dat we daar alle weg hebben gegeven. Zij komen heel snel op voorsprong. En dan wordt het moeilijk voetballen. We scoren wel de aansluitingstreffer. We hebben nog kans om 2-2 te maken. Helaas verzilveren we die niet. En dan wordt het moeilijk. Maken zij in plaats, volgens mij stonden zij ook 3-1 voor. Had ik nog een actie vanaf de zijkant en dan moest ik hem inspelen. Ja, als iedereen gaat, maak je 3-2. Helaas gaat hij er niet in, maken zij 4-1. Dan wordt het heel moeilijk voor ons voetballen. Ja, dan wordt het uiteindelijk 2-4. Proberen jullie nog powerplay te spelen. Jij als vijfde veldspeler. Maar dat wil dan ook niet lukken. En dan krijg je in de laatste halve minuut een ongelofelijke krampaanval. Ja, die kramp schoot er toch de laatste paar seconden erin, dacht ik. Ja, we hebben er alles aan gedaan, helaas. Hovo was gewoon de beter vanavond. Terwijl jullie nu gewoon een hele goede reeks moeten gaan neerzetten, want anders zou je een toetje van het seizoen kunnen gaan missen. Ja, zeker. Ik denk dat we nog alles in onze eigen hand hebben. Dus we hebben volgende week uithommel en dat moeten we gewoon zien als een finale. Dat is ook niet de minste. Nee, zeker niet. We moeten niemand onderschatten. We moeten gewoon aankomende 3 wedstrijden sowieso punten pakken. En, in principe alle wedstrijden moeten we nu gewoon zien te pakken. En dan kunnen we hopelijk maken we kans. Als het goed is, maken we ook kans op play-offs. Als we aankomende wedstrijd alles winnen. Voor ons is alles finale, dus we hebben het in onze eigen hand. Is dat vertrouwen er? Want laten we eerlijk zijn, er was een klein beetje onrust binnen de vereniging. 2 spelers die afscheid genomen hadden. Een derde ook, maar weer teruggekeerd. Dan weer een speler op non-actief. Nou, kortom, het rommelt een beetje. Ja, maar die fase hebben we achter ons gelaten. We moeten nu focussen op ons spel. En we hebben het niet zo slecht gedaan vanavond. We hebben de goede dingen laten zien. We hebben een hoop kansen gecreëerd. Alleen, we maken de kansen niet af. En als je ze niet afmaakt, krijg je ze om de oren. Ja, de Magician was weer even op vertrouwde bodem. We zijn weer het bek van terug geweest. Zoals je zag, een geweldige wedstrijd. Een spektakel voor de mensen die zijn komen kijken. En gelukkig zijn wij
de gelukkige met 3 punten. Ja, met op z'n Holland gezegd een pikstart voor Hovo-Cubo, want binnen no time stond het 0-2. Ja, ik denk dat we heel scherp zijn begonnen. Jammer genoeg valt die aansluitingstreffer een beetje te vroeg. Maar ja, op den duur zag je dat we de 1-3 maakten, waardoor we weer wat rust hadden. Toch zag je in die tweede fase van de eerste helft, zag je langzamerhand dat het wat slordiger werd bij jullie. Terwijl jullie gewoon een goed ingespeelde ploeg zijn. Ja, dat is ook wel weer zo. Ontbrak denk ik een beetje aan scherpte, slordigheid, ziekenhuisballen die we aan elkaar geven. Niet houden aan afspraken die we met elkaar maken. Waar dat mee te maken heeft, weet ik niet. We hebben natuurlijk ook jongens die spelen nog op het veld, weet je. Maar is het voor ons denk ik een leermoment. En voor de rest moeten we niet te veel terugkijken op wat... Nee, want jullie gaan gewoon rustig verder met zaalvoetballen. We maken zelfs de 1-4 in deze wedstrijd. Dan komt Marlene terug tot 2-4. In een kwalitatief mindere tweede helft van beide ploegen. Maar jullie gaan van niks meer weg. Nee, ik denk dat we ervaren genoeg zijn om de wedstrijd uit te spelen. Ik denk dat je dat ook wel hebt gezien. Ze probeerden nog met de meegewonnen keeper. Ik denk dat we heel goed stonden. Voor de rest was het gewoon goed. En dus nog steeds koploper in de nationale eredivisie. Maar ASV Lebo, de grootste concurrent van jullie, blijft in jullie nek hijgen. Ja, dat klopt ook wel. Maar ja, uiteindelijk gaat het denk ik om de play-offs. Eerste plaats eindigen is natuurlijk prachtig. Wetende dat de HRC nog naar ons toe moet. En daarnaast zijn er nog genoeg wedstrijden die we nog moeten spelen. Dus er kan nog van alles gebeuren. Dus we gaan nog hele mooie dingen zien van Hovo-Cubo? Ik denk het wel, ja. Ik weet het wel zeker. We willen natuurlijk plek 1 vast blijven houden. En elke wedstrijd wordt de finale, denk ik, voor ons. Ja, Carlo, bij sport gaat het natuurlijk om de knikkers. Maar heb je ook een beetje genoten vandaag? Ja, ik heb zeker wel genoten. Alleen de eerste fase van de eerste helft waren we sloddig. Dat is gewoon slecht. Baltempo was te laag. Het omschakelen van aanval naar verdedigen was niet goed. Op het moment dat je balverlies hebt, verwacht ik van mijn spelers dat ze druk op de bal houden. Om in ieder geval de tempo uit de wedstrijd te houden. Dat hebben ze nagelaten. Dat was wel de afspraak. Er staat 2-0 achter. Vervolgens werd het 2-1. 3-1 achter. En op een gegeven moment had ik het idee dat we, want in de tweede fase, eerste helft, ging het beter. Creëren we kansen. Had ik het idee, 3-2, rust, komen we er nog. Ja, die hing in de lucht. Ja, hing zeker in de lucht. En vervolgens wordt het 4-1 voor rust. Ja, dan wordt het toch wat lastiger. En dan probeer je het in de kleedkamer nog neer te zetten. Van hoe gaan we ermee om? We hebben ervoor gekozen om druk vooruit te spelen. Ja, we hebben toch echt wel kansen gecreëerd. Maar toch was het van beide ploegen kwalitatief in de tweede speelhalf beduidend minder. Ja, dat klopt. Als je goed gekeken hebt, heb ik ook maar met 6 man gespeeld. Dat is een heel klein setje. Een heel klein setje heb ik gedraaid. Daar heb ik voor gekozen. Omdat dit soort wedstrijden, wat voor mij eigenlijk al finale wedstrijden zijn. Elke wedstrijd is een finale nu. Heb ik voor gekozen dat de jongens die met de meeste ervaring dat die er klaar voor staan. En die moeten de wedstrijden gaan bepalen en beslissen. Ja. Maar ze konden het niet bolwerken tegen de regerende landskampioen. Nou is dat op zich geen schande, maar ik zei het in het wedstrijdverslag ook al. Ja, er komen nu een aantal speelrondes aan. Dat is het uur van de waarheid voor FC Marlene. Daar valt en staat denk ik jullie seizoen mee. Ja, zeker. Zeker. Ik bedoel, dat kunnen we niet onder banken schuiven. Want het is gewoon zo, elke wedstrijd is nu een finale. En, ja, dan moet dit toch een tikje zijn? Ja, maar dat is geen schande. Ik bedoel, Hovo-Cubo is geen misselijke ploeg. En er staat een brok ervaring op het veld. En wij hebben het helemaal niet verkeerd gedaan. En ja, we krijgen nu wedstrijden die je allemaal moet gaan winnen. En dat gaat niet makkelijk worden. Maar ik merk wel dat er vertrouwen in de groep is. En dus ga je gewoon volgende week uit in Den Bosch, ga je gewoon oogsten? Ja, zeker. Ik bedoel, we hebben vorige week of 2 weken terug een dompertje opgelopen bij TPP, Feyenoord Rotterdam. Dat is gewoon een uitglijder. Ja, maar ja, eigenlijk mag dat niet. Nee. Ik bedoel, we hadden een goede reeks neergezet. En ik denk, we zetten de lijn voort. Dan had je die wedstrijd gewonnen, had je er nu ook heel anders in gestaan. En ja, maar ja, toch complimenten naar de groep. Zeker voor die 6 man die de wedstrijd hebben gespeeld. Is het vertrouwen er om de play-offs te halen? Ja, zeker. Zeker. Als wij het vertrouwen niet hebben, dan kunnen we net zo goed zeggen van het is klaar zo. En we gaan zorgen dat we lekker fit blijven met z'n allen. Dat gaan we niet doen. We gaan gewoon echt vol voor de prijs voetballen. Sander, een beetje genoten vanavond? Ja, zeker, zeker, zeker. Dit zijn wedstrijden die altijd op scherp van de snede zijn. En 2 topploegen tegen elkaar. Nou, ik denk dat het vandaag ook zeker voor het publiek heel vermakelijk was.
uitstekende start binnen 90 seconden 0-2 voorsprong. Ja, vooral scherp in de afronding, denk ik. En dat hebben we tegen Malena wel eens minder gehad. Vaker gehad, zeg maar. Dus heel blij mee. En daarna gaan we in fases beter voetballen. Jammer dat we het in de tweede helft niet helemaal kunnen volhouden. Maar ik denk dat wij ook in de tweede helft toch mogelijkheden hebben gehad om de score uit te breiden. Uiteindelijk 2-4. Ik denk overal gezien dat we het rechte winnaar zijn. Ja, misschien dat er nog wel meer doelpunten in gezeten hadden. Want FC Malena, dat zag je ook, speelde met een behoorlijk klein setje. Nou ja, ik weet niet of ze zozeer een heel klein setje hadden. Niet zo heel veel anders denk ik dan ik. Voor mij is even goed met een mannetje of 7 gespeeld. Op een gegeven moment kost het gewoon veel kracht, denk ik, van beide kanten. En dan ga je fouten maken. En van beide kanten hebben we denk ik ook in de tweede helft zeker wat foutjes gemaakt. Een van de foutjes was overigens een hele goede goal van Malena. Een goede steekbal van Utaibi. Die Dol goed binnenschiet. Nou, ik denk dat wij in fases daarin ook met 1-2'tjes meer kansen hebben gecreëerd. Zeg maar, die we eigenlijk eerder hadden moeten maken. Ik kan me herinneren dat Darry op de paal. Nou, als dat soort ballen binnenvallen, dan ga je iets makkelijker voetballen. Dan geloven we er ook wat minder in. En nu is het tot het einde redelijk spannend gebleven. Maar ja, foutjes in het zaalvoetbal geeft ook weer wat charme. Nee, natuurlijk. Maar dat is denk ik als je topwedstrijden een goede ploegen tegenover elkaar zet. Ja, en er wordt gestreden voor elke meter. Ja, dan worden er ook foutjes gemaakt. En dan dwingt de tegenstander je toe. Ja, ik denk dat wij er in het begin goed van geprofiteerd hebben. En daarna zeg maar, hebben zij één of twee van die mogelijkheden gehad. Ja, dan hebben wij in deze tijd natuurlijk een fantastische keeper. Aan de andere kant denk ik dat Peter ook een paar ballen heeft gered. Boes ziet net met een waanzinnige atletische actie. Met de kopbal van Atelier die ik eigenlijk al telde. Dus ik denk dat aan beide kanten meer gescoord had kunnen worden. Maar overal gezien denk ik moeten wij gewoon blij zijn dat we hier met 3 punten weggaan. Moeilijke competitieronde, veel ploegen tegenover elkaar. Dus ik denk dat het voor ons heel belangrijk was, ook met het oog op de eerste plaats, dat we hier gingen winnen. Rapportcijfer? 7,5.